Minister Parmanan Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft zich recentelijk op verzoek van het traditioneel gezag van het Matawai-gebied georiënteerd in dorpen in Boven Saramaka. De bewindsman heeft een reeks dorpen bezocht waarvan de bewoners hun landbouwgewassen door de wateroverlast verloren hebben zien gaan. Het advies vanuit het departement is dat men verhuist naar hoger gelegen gebieden en daar nieuwe kostgrondjes aanlegt. We zijn hier in delegatie samen met de president en nog twee collega-ministers, DNA-leden. En we zijn ons hier komen oriënteren op verzoek van het traditioneel gezag. Omdat ze de afgelopen weken enorm veel last hebben gehad van water, wateroverlast. Waarbij wij, als wij nu kijken naar de waterpeil in de rivier en tot waar het water stond, kun je nog aflezen aan de gebouwen, dan zie je dat er minimaal een 3 meter verschil is in waterstand. Wat inhoudt dat heel wat gewassen van de boeren, tenminste bijna alle gewassen, verloren zijn gegaan. Maar dit wekt nu vragen op. We zien iets gebeuren hier in de wereld, maar vooral hier in Suriname. Sinds het vorig jaar dat we continu een neerslag hebben gehad en geen droge tijd. En de voorspellingen zijn dat het gaat blijven regenen. En dit alles heeft te maken met de klimaatsverandering. Je merkt ook in andere delen van de wereld waar het steeds warmer wordt en droger wordt. En hier het steeds natter wordt. Dus er is iets gaande in de wereld waarmee wij rekening moeten houden. Vanuit een landbouwkundig perspectief ben ik hier aan het oriënteren. We hebben gistermiddag een 10-tal dorpen bezocht hier van de Matawai-stam. Het laatste dorp was een dorp Vertrouwen. En we hebben daar gezien van hoe de toestand is. En het advies is, wat we de mensen meegeven en luisteren, het zou beter zijn om nu al plannen te maken om te verhuizen naar de hogere delen. Als je daar naartoe verhuist, dan moet je natuurlijk voorzieningen voor de mensen treffen. Je moet hun helpen met ontbossing van het areaal, waar ze hun huizen kunnen neerzetten. Maar nieuwe kostgrondjes moeten ontwikkeld worden. Tegelijkertijd, wat doe je dan met de oude kostgrondjes, welke langs de rivier liggen? Ik heb een heel goed beeld gehad. Je weet, als je ergens aankomt en je kijkt naar de vegetatie, dan zie je al welke bomen, welke planten het goed doen. Ook al heeft het poos onder water gelegen. En ik zie dat een kokosnoot bijvoorbeeld een van de gewassen is, welke er heel goed bij staat. Dus misschien dat wij nu in de plannen die we gaan maken voor dit gebied, gaan opnemen dat wij in die lagere delen langs de rivieren meer de kokosnoot, maar misschien andere palmachtigen gaan meenemen. Welke voor de nodige cash-opbrengsten zullen ze eruit dragen. En die gebieden, of de hogere gebieden, bestemmen voor woningbouw, maar ook voor de kostgrondjes voor de mensen. Want ze moeten zelfvoorzienend zijn op de eerste plaats, gegeven de afstand tussen de stad en hier waar we zijn. En die voedselzekerheid moet er zijn. En dan moeten we nu een keuze gaan maken voor de gewassen. Afhankelijk van de bodemtypes, dan welke hoger op liggen, tenminste de gebieden die hoger op liggen. En welke bodemtypes we daar aantreffen. En afhankelijk daarvan gaan we dan de gewassen adviseren aan hun.